Welkom bij deze nieuwe video. Ik heb op dit moment weer een kortingsactie de rest van de maand januari. Een basisreading van 35 voor 25 euro. Ook heb ik wat nieuws, een live reading. Kun je inplannen op mijn website. Dus via telefoon of via met videobellen. Dus interactief, je kan vragen stellen, is ook 30 minuten. Die afspraak kun je inplannen op mijn website. Als je liever andere tijden wil, is alles mogelijk. Dus stuur me dan even een mailtje. Even kijken hoor. Ja, de link naar mijn website staat in de beschrijving van deze video. Dan gaan we nu verder met de reading. Dit is de legging voor de ram. Stave 2. Een schildknaap van Kelka. Dus je bent aan het wachten op iemand. Ja. Misschien op een excuus van iemand. Je bent aan het wachten tot iemand naar je toe komt. Iemand die jou iets te zeggen heeft. Een soulmate, zou ik zeggen. Ik denk dat het gaat om een excuus. Jij bent... Je bent boos op iemand, je hebt iemand de rug toegekeerd. En je bent wel aan het wachten, je hebt niet alles afgesloten. Dus je bent aan het wachten op die persoon. En je wacht tot diegene naar jou toe komt. Met een excuus. Bloemen. Als diegene naar jou toe komt, dan is eigenlijk alles wel weer goed. Maar je bent koppig genoeg om niet die eerste stap te zetten. En je accepteert het alleen als diegene op de juiste manier naar je toe komt. Dus niet als een schildknaap, maar liever als een ridder. Er moet liefde worden geboden, er moeten excuses worden geboden. Als dat gebeurt, dan ben je bereid om alles te vergeven en te vergeten. En je hoeft niet lang te wachten. Want die woorden, die berichten, dat bosje bloemen, de liefde, die komt eraan. De communicatie komt eraan. En die echte liefde komt eraan. Dus we gaan van de schildknaap naar de ridder, naar de koning van Kelka. Dus die liefde die zal jou worden aangeboden. En is ook echt alles vergeven en vergeten. Jij krijgt die relatie die je zo graag wilt. De excuses zijn gemeend. En je hoeft er eigenlijk niks voor te doen. Je kunt gewoon blijven wachten, zoals je al doet.
Je kunt blijven wachten op deze persoon. Je kunt blijven wachten tot deze naar jou toe komt. En je geeft wat je wilt. Communicatie komt eraan. Heel snel, je hoeft niet lang te wachten. Misschien kost het je moeite om om niks te doen nu. Maar probeer het toch vol te houden. Want dat niks doen, dus die persoon de rug toe te keren en niet die eerste stap te nemen. Dat gaat ervoor zorgen dat deze persoon uiteindelijk die koning wordt die je hebben wilt. Dus probeer wel om dat vol te houden. En je zal zien dat zodra hij of zij naar je toe komt, dat je gelijk dat gevoel eigenlijk hebt van opluchting, van blijheid. Dat het is gelukt. Het is niet zozeer dat je iets hebt gewonnen of zo, want dat zou het tot een spel maken. Maar dat je gewoon zo blij bent dat het weer goed kan komen. Ja, misschien twijfel je nog een beetje of deze persoon wel echt naar jou toe kan komen. Dat diegene niet te veel met zichzelf bezig is. Omdat het misschien zo lijkt. Ik heb het gevoel dat dit iemand is die niet makkelijk zichzelf laat zien. Niet makkelijk gevoelens toont. Maar dat gaat hier wel gebeuren. Dus probeer me daar niet al te druk om te maken. En die mooie dingen die staan te gebeuren voor jullie. Dus dat geluk eigenlijk wat je gaat voelen. Dat zorgt ervoor dat alles in stroomversnelling komt. En dan vooral je eigen gevoel. Dus je... Vanaf dat eerste contact voel je je blijer. En dat zorgt ervoor dat je meer hierop kunt vertrouwen. En dat gaat eigenlijk de rest weer allemaal in gang zetten. Het wordt allemaal makkelijker. En dan zal je zien dat het steeds fijner voor je wordt. Dus het wordt een soort overgang naar een fijnere tijd voor jullie. En fijnere gevoelens voor jezelf. En dan komt er een periode aan dat jullie heel veel contact hebben. En dat jullie echt nader tot elkaar kunnen komen. Dat je misschien zelfs bewondering voor elkaar krijgt. Ziet van elkaar, hoe goed je het meent met elkaar. Hoe graag jullie bij elkaar willen zijn.
gaan jullie het echt samen doen. Dus want er wordt een echt, het wordt een gelijkwaardige relatie. Je ziet van die ander dat het menens is. Dus hij of zij wil er echt voor gaan. En ja, dat zorgt ervoor dat er veel meer harmonie is. En dat je gewoon echt super blij met elkaar bent. En je zal je ook heel goed over jezelf voelen. Omdat je gewoon voet bij stuk hebt gehouden. En niet die eerste stap heb gezet, heb je dit toch maar mooi voor elkaar gekregen. Want ik zie dat het moeilijk voor je is om niet die eerste stap te zetten en om te wachten. Dus dat kost veel kracht. En ik denk wel dat je genoeg zelfvertrouwen hebt om dit vol te houden. En helemaal als je straks ziet. Ja, waartoe het heeft geleid allemaal. Dat het je is gelukt. En dan is er rust tussen jullie. Vrede. Vanaf dat die communicatie weer op gang komt eigenlijk, is er rust tussen jullie. Misschien dat er een reis zit aan te komen. Het zal nog niet binnenkort zijn, maar misschien ietsjes later. Een reis, vakantie. Je leven transformeren. De aantrekkingskracht. Verleiding. Daten. Dus dat is eigenlijk elkaar weer leren kennen. De romantiek komt weer omhoog, is aan het opbloeien, willen daten, leuke dingen met elkaar doen, plezier maken, flirten. Dus dat is waar het naartoe gaat eigenlijk. Van hoe het is geweest, het transformeren naar iets leuks, iets gezelligs om met elkaar te doen, te delen. Grote plaatje. Dus probeer om inderdaad vol te houden, af te wachten. Als je een stapje terug doet, dan zul je zien dat het beter is. Dat je het goede doet. En je zal achteraf zal je dat al helemaal inzien straks. Dat het beter was. En het leidt je naar eigenlijk heel veel inzichten. Dat het soms beter is om af te wachten. En niet altijd overal zo vol in te duiken. Of om altijd die eerste stap te nemen. Soms is het gewoon beter om af te wachten. En te kijken wat iemand anders gaat doen. Hoe iemand anders die eerste stap gaat nemen. Dus oké. Nou ja, ik wens je heel veel succes hiermee.